Hoi allemaal, ik ga jullie vandaag laten zien hoe je een vlindertje maakt. Om het vlindertje te maken heb je een haaknaald nodig, een rainbow loom, 3 zwarte elastiekjes voor het hoofdje. En ik maak met groen en roze die vleugeltjes. En daar heb je 4 van nodig, van groen en van roze. En ik heb ook 4 nodig voor die capbands, die doe ik in het paars. Dus ik heb 3 zwarte elastiekjes, 4 paarse elastiekjes, 4 groene elastiekjes en 4 roze elastiekjes nodig. Ik begin met het maken van de vleugeltjes. En daarvoor moet ik een roze elastiekje vanaf deze pin over deze pin heen strekken. En dat doe ik ook bij deze. Ik doe het hier ook. En hier. En nu ga ik die groene, die doe ik er gewoon op. Dat doe ik zo. Ik doe ze over alle roze elastiekjes heen. Zo dus. En dan draai ik me even mijn loom om. En dan doe ik even alles hier aan. En dan pak ik een paars elastiekje en die doe ik of 4 keer om mijn haaknaald of meteen 4 keer om het binnetje van mijn loom. Zodat er 4 ringetjes om zitten. En dan strek je ze zo uit en dan plaats je hem op die pin. Dat doe je bij elke vleugeltje, zeg maar. Doe je hier, hier en hier nog. En doe je of op je haaknaald 4 keer. Of meteen op je loom. Ik vind het eigenlijk op mijn haaknaald fijner. Maar dadelijk ga ik nog 2 keer op mijn loom voor doen. 1, 2, 3. Nee, dit zijn er ook nog 3. En ja, dit zijn er 4. En dat doe ik hier ook nog. 1, 2, 3, 4. En wat ik nu doe is, ik ga mijn haaknaald in die capband. Ik duw dus de capband naar achteren. En dan pak ik die 2 elastiekjes. Ik hou mijn capband even tegen. En ik haal ze zo eroverheen. En ik haak ze naar voren. Die roze zit nou heel dicht bij elkaar, dus die doe ik even uit elkaar halen. Zo moet het er dus uit te komen zien. En dat ga ik nu bij alle pinnetjes doen. Ik doe ze naar achteren. Ik pak die 2 elastiekjes en ik haak ze naar voren. Ik duw de elastiekjes naar achteren. Ik pak de 2 onderste en ik haak ze naar voren. Ik duw de capband naar achteren. Ik pak de 2 elastiekjes. Nou, ze schieten ze eraf. Dus zo, die paarse die haal ik er weer boven. Ik ga in de capband en ik duw hem naar achteren. Ik pak die elastiekjes. En ik haak hem naar voren. En wat ik nu ga doen is, ik draai mijn loom zo om. Maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar ik doe het even omdraaien, is makkelijker. Ik doe een elastiekje er zo op. Het maakt op zich niet uit, maar als het maar niet te dicht bij deze pinnen zijn. En ik doe er nog één en die doe ik eronder. Ik maak een capband van 2 ringetjes. Zo in het midden erop. Dus wat ik net deed is strekken, draaien en er nog een keer op. Zodat hij nu in het midden zit. Ik draai hem weer om. En ik ga met mijn haaknaald erin. Ik pak dit bovenste elastiekje. En die haak ik naar voren. Mijn capband gaat nou mee, maar dat moet niet. En nu gaan we terughaken. Dus dit elastiekje moet op deze pin komen. En
Ik doe het altijd zo. Ik ga erin. Ik pak mijn haaknaald zo. En ik haak hem zo mee. En dan haak ik hem terug. En nu ga ik er knoopjes in maken. Dat doe ik zo. Ik doe het onderste elastiekje. Die doe ik er zo overheen. En ik trek deze een beetje aan. Zodat er een knoopje in komt. Dat doe ik hier ook. Doe die er overheen. En ik trek deze aan. Nu ga ik al die vleugeltjes eraf halen. Mijn haaknaald is net gevallen, dus ik pak even andere. Zo. Dus ik pak die haaknaald. Ik pak alle elastiekjes. Ik ga zo met mijn haaknaald in. En ik haal hem ervan af. Ik doe hem even wat verder door. Schuiven, daarom had ik die andere haaknaald gepakt, want daar kon ik meer op zetten. En ik doe dit bij alle vleugeltjes. Zo. Deze pak ik nog. En de laatste. Nu zitten ze er alle vier op. En zorg dat ze erop blijven zitten. Je haalt deze er gewoon met je vingers van af. Je houdt zo je vinger hier in dat achterste lusje. En dan... Ja, dat is een beetje onhandig voor mij, maar... Ik doe nu... Ja, ik pak hem zo. En ik doe hem op die haak. Ik hou hem strak. En ik schuif al die vleugeltjes er zo op. Nou gaat mijn zwarte... Ja, ik heb hem weer. Ik schuif ze er dus allemaal op. Ze blijven heel vaak haken bij mij. En ze schieten af, maar... Ik heb ze weer strak en ik schuif ze er allemaal overheen. Ik deel ze er nu even overheen, dat is iets makkelijker. Anders blijven ze de hele tijd haken. Ik zet ze er even allemaal zo gelijk. Ik zet deze er ook. Ja, het is best wel irritant het knoopje maken, maar... Ik zet dat achterste lusje, die zet ik erop. En deze, die haal ik er zo helemaal... Oh, hij is gevallen. Oké, ik heb hem weer. Hij is er net dus overheen gegaan. Maar hij moet ook over dat hoofdje heen. En dat doe je zo. Dit hoofdje is echt heel groot. Maar bij deze is dat niet. Ik denk dat ik deze... Dat dit een grote elastiekje was. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Dit is dus je vlindertje. Je kan dit ook kapot maken. Zo dit elastiekje door midden breken. Dat heb ik bij deze wel gedaan. Dat vind ik wel schattig. En ik hoop dat het bij jou gelukt is.